Wij gaan nu naar Lisette ondertussen, want ik lees hier iets over. Er is heel goed nieuws uit Ouwehands Dierenpark. Iets met de panda's? Het is zover. Nee. Ja, reuzenpanda Wu Wen is namelijk bevallen van haar eerste jong. Ja, dat is zojuist bekendgemaakt door het dierenpark. De paring met Xingya die vond begin dit jaar plaats, maar het was nog heel lang onduidelijk of Wu Wen nou wel of niet drachtig was. Het komt omdat het heel erg lastig vast te stellen is bij reuzenpanda's. Maar de afgelopen dagen bleef ze steeds meer in het kraamhol. Ja, de verzorgers die durfden toen dus toch eigenlijk wel langzaam te gaan denken dat het misschien wel echt zo zou zijn. En ja, het is dus zo. En we hebben ook nog eens een foto van het kleintje. U moet wel even goed. Oh, die foto komt er zo meteen als het goed is nog aan. En anders dan zien we hem verderop in de uitzending. Maar goed, er zijn dus ook al wat beelden van het kleintje. Het geslacht is nog niet bekend en dat blijft voorlopig ook zo. Want wat ze altijd doen bij reuzenpanda's is dat ze dan eerst die twee gewoon lekker rustig in dat kraamhol laten zitten, totdat ze zelf op een gegeven moment weer naar buiten gaan. En dit is dus die foto. Kijk, je kan het bijna niet zien, maar dat kleintje. Zie je daar dat kleine hoopje daar zo in het midden met die armpjes eromheen? Nou, dat is dus het kopje van het pandaatje waar het ons allemaal om te doen was de afgelopen jaren. Ja, we zitten hier helemaal naar voren te buigen om het goed te zien waar dat kleintje dan precies zit. Maar dit is toch fantastisch, dit is toch leuk. Ja, maar we hebben met veel bombarie die twee panda's hier naar Nederland gekregen. En nu een babytje. Ja, leuk toch? Ja. Gaat die heten? Nee, dat is dus nog niet bekend. Dat komt uit of het een jongen of een meisje is. Okay. Wat vindt u ervan? Ja, dat is toch positief nieuws. Daar zijn we toch ook heel erg naar ja, op zoek. Ja, nee, daarom ben ik ook zo enthousiast. Dat is zo lekker om even een fijn nieuws te krijgen. Wel jammer dat de dierentuinen niet open zijn. Maar goed, ze moeten toch eerst even lekker rustig bijkomen. Die blijft nog even in de kamer en daarna dan. Zeker na zo'n bevalling.